de 25e keer hier in Rotterdam. Sparta tegen Fortuna. De balans slaat behoorlijk door in het voordeel van Sparta. 10 overwinningen, 10 keer gelijk. Slechts 4 keer won Fortuna hier. Van de Kust. Nasso. Over het been, vrije trap voor Sparta. Natuurlijk is Lauritsen de grootste blikvanger. Topspecialist bij uitstek. Het gaat naar Quintero en die kan er ook wat van. En zo binnen 3 minuten Sparta voorsprong. Al 3 wedstrijden op rij incasseerde Fortuna Sittard een goal uit een corner. Nou, dit is dan geen hoekschop. Maar het is toch wel enigszins vergelijkbaar. Namelijk een spelervatting. Waarbij je ook kunt afvragen wat Brandenhorst allemaal aan het doen is. Fortuna probeert Sparta wel onder druk te zetten. Daardoor al snel de lange bal. Succes dus voor Fortuna. En ze doen nog niet zo heel veel met het balbezit. We moeten nu oppassen als Kitolano er vandoor is. Lauritsen trekt zichzelf in gang. Nasso aan de linkerkant. Lauritsen, daar komt Brandenhorst. Die is op tijd. Doorzag het gevaar. Speelde ooit 1 seizoen voor Sparta, Danny Buijs. Seizoen 2012-2013. Halilovic. Met een voor zijn doen zwakke vrije trap. De kansing is er nog voor Dalhaus. Schot aangeraakt. Maar daar ligt Olij niet wakker van. Nasso terug naar Negli. Negli, Dalhaus. Het is net genoeg. Lastige situatie voor de linksback van Fortuna. Maar hij zich goed uit weet te redden. Want een kans of een overtreding. Beide lagen op de loer. Nasso. Slingert hem voor. En dan is daar Verschuren die de bal niet kan controleren. Omdat hij ook misschien wel niet verwachtte dat er nog een herkansing kwam. Pinto. Bastien. Geschaduwd door Eerthuizen. Aiko voor de goal. Dat is Bouchaure. Slim balletje. Pinto. Nu moet de voorzet ook goed zijn. Dat is hij. En daar is de gelijkmaker van Bouchaure. De knappe Fortuna-aanval. En eigenlijk wordt Sparta gestraft voor de laksheid die het tentoonspreidt in het eerste half uur. Heel listig balletje. Dan kijkt Pinto goed. En Bouchaure, die zijn avontuur ietsjes verderop in Rotterdam niet bepaald als succesvol kon bestempelen. Is nu in Rotterdam wel trefzeker. Nasso kan draaien, kan meters maken. Organisatie bij Fortuna nog niet op orde. Nasso! Lekkere bal ook voor een doelman, mooie hoogte. Die pareert hij goed. Eerthuizen. Zo heeft Sparta die eerste druk doorstaan van Fortuna. Er zit een goede opening. Van de ene back naar de andere, Rijdt. Nasso. Nasso in de handen van Brandenhorst. Zo probeert Nasso het in korte tijd 2 keer. Hij is er 2 keer de doelman. Die in de weg staat. Er zit wat in voor Fortuna Sittard. Als Fosso de bal opdrijft. Bouchaure. Dalhaus buitenom. Bouchaure. Het is zo'n standaard riedeltje. Back buitenom. Buitenspelen binnendoor. En dan de verre hoek proberen te vinden. Negli. Lano. Roger schermt niet goed de bal af en dus Negli legt hem terug. Verschuren, het is een grote kans voor Sparta. Gegund eigenlijk
door Rogier. Maar Verschuren is dit seizoen nog niet de Verschuren die we de afgelopen seizoenen zagen. Negli met goed, Kitolano in zijn buurt. Rijt. Heel gedaan door Rijt. Kitolano pikt op. Lauritsen. Lauritsen met een stuitje nog, maar Branderos laat zich niet verrassen. Balletje van Nasso. Negli. Negli, goede bal naar Kitolano, maar die moet hij gewoon zelf afdrukken. Sociaal zijn is een goede eigenschap, maar niet altijd handig in een voetbalveld. Naar de tweede paal. Is die bal nog binnengebleven? Dat is heel knap. Quintero! Hij speelde bijzonder weinig, maar hij had zijn tweede van de avond te pakken. Nasso. Negli. Randje 16, die wil hem wel. Het gaat naar de andere kant. Rijdt. Zwakke voorzet, maar die valt nog wel op de lat. Verschuren. Negli. Slim overstapje. Verschuren laat het aan de invaller met Tio. Die een vrij kansrijke positie niet heel daverend uithaalt. Pinto. Weer de aanvoerder van Fortuna. Pinto. Simpele schijntrap. En dan zet hij hem aardig voor. En is daar... Uiteindelijk niet de tweede treffer van Fortuna. Laat na de trekker over te halen, Bouchaude. Nou, goed werk weer van Pinto. En dan gooien ze zich ervoor bij Sparta. En dat is cruciaal bij het uitblijven van de tweede Argentijnse goal. Prima in de loop bij Pinto. Halilovic. Dat is natuurlijk degene met het toverstokje. Olij trapt er niet in. Sparta gaat wisselen. Nasso verlaat het veld. En voor hem de jarige Shunsuke Mito binnen de lijnen. Vandaag 22 jaar geworden. Kan hij dan trakteren op zijn verjaardag? Mito, het zou toch wat zijn? Oh. Baas. Negli. Rijdt. Daar komt Lauritsen, maar die komt er net niet aan. Mito, wel hard, maar in de handen. Van Branderhorst. Mooie snoepduik van Lauritsen. De snoeppot bleef dus dicht in de tweede helft. Na die twee goals eerlijk verdeeld voor rust. En Fortuna zal het meeste genoegen nemen met een punt.